De Surinaamse bierbrouwerij zal zelf Heineken bier gaan produceren in Suriname. Directeur Reinoud Ottervanger en marketingmanager Eurel Vrijmersum zijn enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. Het bedrijf probeert altijd innovatief te zijn door met nieuwe producten op de markt te komen, meent Ottervanger. Voor het zelf brouwen van Heineken in Suriname wordt een enorme investering van miljoenen euro's gedaan. Het wachten is nu op de regering voor het aanpassen van de wet betreffende accijnsen op bier, die dateert van de jaren 50. Het laatste gesprek was 2 weken geleden. Dus ik ben het helemaal met u eens. Hè. Dit is een absolute win-win situatie voor Suriname en de Surinaamse brouwerij. Dat ziet de overheid ook. Het voldoet ook volledig aan crisis- en herstelplan, waar het gaat om meer lokale productie, meer export en daarmee valuta terughalen. Het valt ook onder een plan van het Foreign Direct Investment, met een grote investering. Dus het ticks all the boxes. Tegelijkertijd begrijpen we ook heel goed dat de regering andere zorgen heeft, andere prioriteiten. We volgen nu allemaal het nieuws rondom het IMF en het herstelplan. Dus ik begrijp dat het ook de nodige aandacht vraagt. Maar het gesprek 2 weken geleden gehad was heel hoopvol. Het ligt nu bij de Raad van Ministers. Dus wij hopen echt dit heel snel. Het is nu niet in onze handen. Maar we hopen dat het heel snel nu kan worden goedgekeurd door de DNA. We zijn optimistisch. Gisteren vond de lancering plaats van hun nieuw product Parbo Sodawater, nadat begin van dit jaar ook al Heineken 0.0 is geïntroduceerd. Vrijmersum en Ottervanger geven aan waarom het bedrijf heeft gekozen voor de productie van een eigen merk sodawater. De focus zal in de toekomst meer zijn op lokale productie. Ook in het verlengde van wat Reinoud net zei, creëren we daarmee meer werkgelegenheid. Het geeft meer opties om lokaal zaken zelfs te gaan produceren. En natuurlijk, zoals u in de vraag stelt, biedt het ook mogelijkheden om te exporteren. En daarom hebben wij besloten om inderdaad met deze lijnextensie van Parbo weer te komen. Het antwoord is dus ja. Dat is de bedoeling. Ik denk dat wij gewoon inderdaad zoveel als mogelijk lokaal willen produceren. Dat is beter voor de werkgelegenheid. Het is goedkoper vanwege de wisselkoers. En niet afhankelijk van allerlei leveranciers. Dus de strategie is echt zoveel mogelijk in en door Suriname. Reinoud Ottervanger, managing director van de Surinaamse brouwerij. En daarvoor Eurel Vrijmersum, marketing manager. Als de gesprekken met de regering zijn afgerond en de financiering in place is, zullen de eerste lokaal geproduceerde Heineken bier in 2023 uit de fabriek komen.